kijkers. Onze volgende gast in de studio vandaag is de heer Amilcar Koeman. Hij is Operations Supervisor bij DP World. Welkom, meneer Koeman. Ja, dankjewel voor die gelegenheid. Graag gedaan. Meneer Koeman, kunt u ons vertellen waarvoor de afkorting DP staat? Ja, DP staat voor Dubai Port. En zoals u het hoort, is onze hoofdkwartier in Dubai gevestigd. Ja. Ja. U zegt het hoofdkwartier is in Dubai gevestigd, maar in Suriname, wat voor vestiging is er in Suriname en waarmee houden jullie je allemaal bezig? Ja, dus DP World Paramaribo. We zijn dus als terminal operator begonnen, maar we zijn dus nu in een transitie waarbij we dus hele slimme logistieke oplossingen bieden. We gaan dus eigenlijk naar een soort logistic center toe, waarbij we uiteindelijk smart end-to-end solutions aanbieden. Dus dat wil zeggen dat we vanaf je iets hebt besteld bij de leverancier, dat we het tot in je huiskamer brengen. Ja, meneer Koeman, wat betekent de aanwezigheid van DP World op deze expo? Ja, onze bijdrage eigenlijk aan deze beurs is dat we willen kijken in het Caribisch gebied en in de regio hoe wij handel, transport van cargo, waar wij daar eigenlijk een bijdrage kunnen leveren. En ja, ook in de agrarische sector willen wij ook onze diensten aanbieden. We kunnen dat ook via reefer containers doen. Ja, die houdt zeg maar de lading zo lang mogelijk goed als het onder de juiste temperatuur wordt gekoeld en getransporteerd. En die diensten kunnen we dus ook aanbieden. Ja. Is DP World al actief in de regio en in welke landen? Ja, we zijn heel actief in de regio. We hebben een van onze grootste ports in Zuid-Amerika is Peru, Caucedo. Dus dat is in feite een van onze grootste ports. Maar over de hele regio, maar de landen, niet alle landen, ik weet niet precies waar we in alle landen actief zijn, maar op onze website en op onze Facebook page, daar kunt u altijd wel meer info daarover vinden. En als jullie contact maken met ons, dan kunnen we natuurlijk altijd die informatie verschaffen. Ja, en wat zijn uw verwachtingen tijdens deze expo? Ja, dat we ja, klanten kunnen vergaren, maar dat we ook een bijdrage kunnen leveren aan, aan Suriname door het handelsverkeer in feite te vergemakkelijken, solutions aan te bieden in het logistieke. Ik denk dat we sowieso een bijdrage daaraan kunnen leveren. Ja. Zijn er al gesprekken gevoerd tijdens de expo met verschillende landen, bedrijven? Ja, er zijn al een aantal landen naar ons geweest. En we hebben dus al contacten gelegd. En ja, het gaat goed, dus we kijken er naar uit. Ja. Wat zal het betekenen voor DP World binnen de regio? Ja, voor DP World binnen de regio sowieso heel veel, want als we kunnen groeien in de regio, dan hebben we sowieso voor Suriname is dat in feite een plus, want dan kan je veel exporteren. Het land gaat dan ook vooruit, maar ook importen. Daarvoor staan wij ook er, maar de export kunnen we sowieso gaan stimuleren. Kijk, wij merken nu dat er heel veel landen, vooral in Europa, de agrarische sector eigenlijk, ze zoeken naar groenten, ze zoeken naar, noem maar op.
En daar kunnen wij dus in feite als Suriname, met DP World als tussenmedium, een heel goede bijdrage leveren. En zo gaat het dus groeien. Nou, klinkt allemaal heel mooi, meneer Koeman. Dank u wel en heel veel succes toegewenst.